coffeeshop verliest klanten door Wietpas. Schouwburgseizoen opent met grote namen. Het is vandaag 10 september. Dit is het eerste Pelemaasjournaal. De Scouting Venraai bestaat 75 jaar. In september 1937 ontstond de verkennersgroep Sint-Petrus. In 1982 fuseerde de Sint-Petersgroep, Sint-Oda-groep en de Jeanne d'Arc-groep tot Scouting de Peelspeurders, zoals we deze nu nog steeds kennen. Afgelopen zaterdag was er een open dag voor de jeugd in het Scoutinggebouw aan de Oostsingel in Venraai. Kinderen konden tijdens deze dag zien hoe leuk de Scouting is. Er waren tal van activiteiten. Zo kon de jeugd onder andere hutten bouwen, blik gooien en steltlopen. Natuurlijk was er ook een gezellig kampvuur aangestoken waar de bezoekers en Scoutingleden bij elkaar kwamen. Sinds 1 mei is de Wietpas ingevoerd in Venraai om buitenlandse drugstoeristen tegen te gaan. Limburg is samen met Noord-Brabant en Zeeland onderdeel van de zogenaamde pilot. Dit houdt in dat de coffeeshops alleen nog aan maximaal 2000 leden met een clubpas softdrugs mogen verkopen. Lidmaatschap kan uitsluitend worden verleend na het tonen van een geldig identiteitsbewijs en een bewijs dat de aanvrager inwoner van Nederland is. Door deze maatregelen ziet de coffeeshop het aantal klanten flink dalen. Ja, voor 1 mei, voordat de Wietpas ingevoerd heeft, komen regelmatig klanten binnen, maar na 1 mei wordt de klantenkring heel verminderd, want de mensen mogen niet meer hier een coffeeshop kopen of moeten ze clubpas hebben. Bovendien ook die straathandel heel veel toegenomen, want als mensen niet kunnen in een coffeeshop trekken, dan proberen ze op straat te kopen. Ook de politie merkt dat het gevolg van de Wietpas is dat de straathandel in Venraai toeneemt. Jammer daarbij is ook dat het niet alleen een centrum is, maar dat het ook zich verplaatst naar de wijken. Want daar krijgen we ook altijd best wel veel meldingen over. En wat ook een aandachtspunt is, ook tijdens de evaluaties, is de vermenging van soft en harddrugs. Want degenen die de straathandel op straatniveau acteren, die hebben zowel soft als harddrugs. Terwijl voorheen bij de coffeeshop dus alleen maar softdrugs te kopen was. Dus mensen komen gauwer sneller in de verleiding om ook even een snuifje coke of dergelijke mee te pikken. En ja, hoe dat zich in de toekomst gaat verhouden, dat hebben we nog geen zicht op. Om de problemen met betrekking tot de invoering van de Wietpas aan te pakken, zijn er in de 3 zuidelijke provincies extra manschappen ingezet door het ministerie. Dat zijn aparte teams die echt acteren op straathandelniveau. Dus wat dat betreft worden links en rechts natuurlijk wel de nodige acties gedaan om mensen van straat op te pikken. Op 1 januari 2013 wordt de Wietpas landelijk ingevoerd. Wat voor extra problemen er dan bij komen in Venraai, is voor de politie nog een beetje koffiedik kijken. Wat we wel vanuit Venraai zien, dat er toch wel veel mensen die dus aanvankelijk bij de Venraaise coffeeshop hun wietje kwamen halen, nu naar Nijmegen gaan. Nou, dat is dan per 1 januari ook afgelopen. En hoe zich dat dan verder gaat ontwikkelen, dat is een hele lastige. Daar hebben we nog geen zicht op. De coffeeshop hoopt echter dat de Wietpas überhaupt niet landelijk ingevoerd gaat worden. Zij stellen een andere oplossing voor. Ja, Wietpas moest gewoon uit de baan zijn, want dat werkt niet. Dat is eigenlijk een grote klap voor de coffeeshop-business en voor mensen ook. Wat er met de verdere invoering van de Wietpas in Nederland zal gebeuren, hangt ook af van de verkiezingsuitslag en daarmee de nieuwe regering. De meningen over de invoering van de pas zijn nog sterk verdeeld. Afgelopen weekend stond de evenementenhal Venraai in het teken van creativiteit. Daar vond de beurs het Crea-weekend plaats. De beurshal stond vol met marktkraampjes. Er waren veel exposanten op het gebied van allerlei creatieve hobby's, zoals kaarten maken, sieraden ontwerpen, taarten decoreren en stempelen. Mensen konden terecht om inspiratie op te doen of nieuwe materialen voor hun hobby aan te schaffen. Ook was het mogelijk om workshops en demonstraties te volgen. Veel Venraaise exposanten hadden een plek op de beurs die werd bezocht door mensen uit heel Nederland. Het theaterseizoen is van start gegaan. Schouwburg Venraai heeft een divers programma met grote namen voor dit najaar. Aanstaande vrijdag staat Wilke Alberti met musical De Jantjes op het programma. Ook Plien en Bianca, Sarah Kroos, Frans Bauer en Brigitte Kaandorp staan op het Venraaise toneel. Artistiek manager Anne-Christine Liebrand is blij met het aanbod.
Alle genres die Schouwburg Venray in huis heeft, of die er bestaan, die zijn ook hier in huis. En dan zeg ik bijvoorbeeld een musical, kindervoorstellingen, cabaretvoorstellingen, populaire muziek, klassiek ballet, moderne dans. Het hele scala, amateurs niet te vergeten, die hebben ook altijd een groot aandeel in ons programma. En dat, ja, dat komt allemaal voorbij. En stukjes daarvan zien we ook al in dit najaar. Ik ben helemaal trots op het programma wat we dit jaar in Venray hebben. De Schouwburg werkt sinds dit seizoen bij veel voorstellingen met rangnummers. De directie heeft dit besloten omdat zij merken dat door de btw-verhoging en crisis bezoekers langer wachten met het kopen van kaarten. Voor het nieuwe seizoen zijn dus kaarten te koop in verschillende prijsklassen. Het weer dan nog voor de aankomende dagen. Na een prachtig weekend en het warme weer van vandaag lopen vanaf morgen de temperaturen terug. Het wordt morgen 21 graden met in de ochtend langere perioden met regen. In de loop van de middag klaart het op en is het overwegend droog. De wind komt vanuit het westen en is matig. Woensdag loopt de temperatuur verder terug naar 17 graden. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Heeft u nog tips? Mail dan de redactie van Pelemaas TV. Deze uitzending wordt herhaald tot en met dinsdag 12 uur 's middags. De eerstvolgende nieuwe uitzending is dinsdag om 7 uur 's avonds. Fijne avond nog!